De uitreiking van de Raadsmeter 2015, Marcel Roording, gefeliciteerd. Ja, dank u wel. Ja. Ik had het niet verwacht, ik hem zo in. Nee, waar hebt u hem voor gekregen precies? Ik heb hem gekregen voor het raadsvoorstel voor het maken van het gemeentelijk reorganiseringsplan 2016 tot en met 2020. En dan ook voor het hele proces, zeg maar, vanaf het begin. Hoe ik de raad heb meegenomen, de hele procedure. Ik ben met de raad wezen fietsen, we hebben zo'n informatieve raad gehouden. En uiteindelijk is de raad bijna unaniem gestemd voor het gemeentelijk reorganiseringsplan. Ja. En daar heb ik eerst prijs voor gekregen. Dat is natuurlijk gewoon uw werk, maar hoe leuk is het dan om daar een prijs voor te krijgen? Ja, dat is zeker leuk. Alleen de nominatie, dat spreekt wel heel veel waardering uit. Ja. Dat vond ik al heel leuk. Ja. En dan wint u hem ook nog. En dan win ik hem ook nog, ja. Dat is ongelooflijk. Hoe gaat het nou in zijn werk, zo'n nominatie voor de raadsprijs? Het raadsvoorstel wordt ingediend. En vervolgens kunnen raadsleden die kunnen aangeven of ze het raadsvoorstel nomineren voor de raadmeter. Ik meende dat voor mijn raadsel de drie partijen onafhankelijk van elkaar mijn raadsel hebben genomineerd voor de raadmeter. Ja. En daar ben ik trots op? Ik ben trots op, ja. Zeker. Ja. Was het de eerste keer dat u genomineerd bent? Ja, dat was de eerste keer. Ja, ja. Ik ben gewonnen. Ja. Dat is een goed begin. Ja, goed, ja. Begin. Ja. Ja. Hoe lang werkt u al bij de gemeente? Ik werk nu 11 jaar in de gemeente Almelo. Ja. Ik ben, werk is dat ik me bezig hou met het water. Dus ik ben de hele dag met steeds het water bezig. Ja. Vandaar ook het gemeentelijk reorganiseringsplan, dat is eigenlijk de bijbel van de Almelo's water. Ja. En dan dus de raadmeter 2015 gewonnen. Volgend jaar weer? Ja, misschien. Ik heb al een mooi voorstel in je gedachten. Dat ik misschien wel weer genomineerd. Oké, okay. Ja. Nou, heel veel succes. Ja, dankjewel. Goed.